Festivalfans schrikken zich van ticketprijs lowlands. Het is geen verrassing meer dat alles duurder wordt. Eerder werden festivalfans zich al bewust van de duurder wordende tickets voor festivals. Vandaag is de volgende domper langsgekomen, de ticketprijs voor lowlands. Al staat daar enthousiasme voor de line-up tegenover. Niet alleen voor lowlands, maar ook voor Pinkpop en Down the Rabbit Hole zijn de tickets ten opzichte van vorig jaar gestegen. Dat is onvermijdelijk, gezien onder meer de gestegen inflatie, brandstofkosten en personeelskosten. Melden de drie grote festivals. Om het terrein van Lowlands deze zomer te kunnen betreden. Leg je €300 neer. En dat is schrik ongeblazen. Het is een flinke stijging, zegt Bente Bolleman, woordvoerder van Lowlands en Down the Rabbit Hole. Wij proberen die ticketprijs echt zo laag mogelijk te houden, zodat ook jongeren kunnen komen. Maar de kosten nemen gigantisch toe, dat komt door een optelsom, stelt de zegsman. Gestegen brandstofkosten, inflatie, heel erg gestegen personeelskosten, materiaalkosten die omhoog gaan. Daardoor moeten de prijzen omhoog, zegt hij. Onderaan de streep moet het uitkomen. Antoine, februari 1, 2023. Hoewel tickets duurder zijn geworden, krijg je er volgens Bolleman ook veel voor terug. Zo kondigde Lowlands vandaag de eerste namen van de line-up aan, onder wie Billie Eilish, Florence plus de Machine, Nothing But Thieves en Charlotte Witte. Voor de prijs dat een Lowlands kaartje kost. Kun je volgens Bolleman niet afzonderlijk deze artiesten bezoeken. Wat je terugkrijgt, is ook aanzienlijk. Lowlands fans zijn lyrisch over de komst van de aangekondigde artiesten, maar worden zich gelijk bewust van de prijs voor een toegangskaart? Hoe durft Lowlands €300 te vragen? Vraagteken A, Adwin Vlamenbruis 3, februari 1, 2023. Geert Heldens, Adgaat, februari 1, 2023. Frank, Adfrankert, februari 1, 2023. Julie, Adjulixanne, februari 1, 2023. Vin, Lier of Dune, Adfin Daniel, februari 1, 2023.